Hier zo tussen het winkelend publiek op de Nieuwe Dijk in Amsterdam lijkt het Muiderslot misschien ver weg. Maar schijn bedriegt. Toen ze in 1994 een parkeergarage aan gingen leggen onder die panden hier tegenover ons, stuitten ze op de fundamenten van een 13e eeuws kasteel. En dat liep van ongeveer... 100 kwamen ze erachter dat er eigenlijk maar één geschikte kandidaat was die het kasteel gebouwd kon hebben. Het was graaf Floris de Vijfde. Dezelfde graaf Floris die op dat moment aan de monding van de rivier de Vecht het Muiderslot aan het bouwen was. Dezelfde graaf Floris die rond 1275 een tolbrief aan het dorp Amsterdam gaf, de geboorteakte van deze stad. Wij staan hier dus eigenlijk voor het zusterkasteel van het Muiderslot. Alleen zie je er helemaal niks meer van. En daarom dacht ik trek even een middeleeuws pakje aan. Het was een leuk idee. Ik ga het ook uittrekken. Maar dingen komen altijd samen. Namelijk 3 eeuwen later werd hij verder op de Nieuwe Dijk een jongetje geboren. Hij heette Pieter Cornelis Zoonhoofd. En deze PC Hoofd zou van ongelooflijk groot belang zijn voor de gedeelde geschiedenis van deze stad en het Muiderslot. Maar daar ga ik jullie in de volgende vlog veel meer over vertellen. Ik ga nu eerst dit idiotenpak aan doen. En dat doe ik daar bij de Tibetaanse massagesalon. Dat doe ik daar, omdat als je in de etalage kijkt, dan zie je daar foto's van hoe de opgraving hier was in 94. Slot! Kasteel van Amsterdam!